Goedemiddag, ik sta hier met drie collega's van het Oost-Wendel College. En waarom staan wij hier? We staan hier omdat het voortgezet onderwijs in Bunschoten-Spakenburg 70 jaar bestaat. Nou, het Oost-Wendel is op dit moment de voortgezet onderwijsschool in Spakenburg en daarom vieren wij dit uitgebreid. Dus ergens bestaat het Oost-Wendel College ook 70 jaar en dat wordt gevierd? Absoluut. Hoe wordt dit gevierd? Nou, wij vieren dit met een zadelhoesactie. Met de leerlingen gaan we het dorp in om het zadelhoesje uit te reiken. En eigenlijk staat het zadelhoesje voor ons onderwijs. Nou, een zadelhoesje kan je gebruiken om dingen te voorkomen, maar ook om problemen op te lossen. En degene die dit ooit heeft bedacht is een hele goede ondernemer geweest. En eigenlijk staat dit voor het ondernemend onderwijs bij ons in het dorp. Dus hoe mooi kan je het hebben? Oké, dankjewel. Het is vandaag 21 maart, lente. Zijn er nog meer activiteiten te verwachten? Ja, we beginnen volgende week 5 april met een receptie voor alle relaties van de school. Oh, dat is heel gezellig. En dan zijn er al 2 activiteiten geweest. Zijn er nog meer activiteiten? Jazeker, want 25 april komt er een special edition uit van een jubileumkrant van het Oost-Wendel College. Dat is mooi. En verder? En 20 september hebben wij een reunie. En die reunie is natuurlijk voor oud-leerlingen, voor oud-collega's. Maar we hopen natuurlijk heel veel oud-leerlingen te zien om elkaar te ontmoeten en het feest met ons mee te vieren. En dat is na de zomervakantie in september. 20 september. Nou, heel veel plezier en geniet van dit 70-jarig jubileum. Dankjewel. RTV Bunschoten. Krachtig, onafhankelijk en lokaal. Op social media en rtvbunschoten.nl.